Aangezien ik rechten studeer, kan het jullie vast niet verbazen dat ik erg uitzie naar de film Juror No. 2. En deze film komt over 2 weken uit. Het wordt de laatste film van Clint Eastwood en het heeft een fantastische cast. Dus alles spreekt al voor de film. Laten we samen gaan kijken naar de trailer. It's called capitalism. This world must die. Everything he holds dear. Yeah, I'm Batman. Don't even get me started on Doctor Strange and a little nerd back on Earth 1999. De film staat op dit moment op plek 365 van de IMDb Popularity Rating. En dat betekent dat, nou ja, er mensen al wel een beetje naar zitten te kijken, maar het ook niet een enorme release wordt. Maar ik ben heel benieuwd naar de film, dus laten we snel gaan kijken. It was last October. It was raining, and I hit something. I got out the car and I looked around. De film begint met een soort John Grisham openingsscène waarin je Nicholas Holt ziet. Nicholas Holt is een bekende acteur, bekend van films zoals X-Men Days of the Future Past en X-Men Dark Phoenix. I checked, I didn't see anything, and I figured it was a deer that ran off. Okay, what's the problem? Het personage van Nicholas Holt zit thuis met een zwangere vrouw, waarschijnlijk zijn vriendin. En hij heeft een tijd terug een ongeluk gehad wat hem tot die tijd eigenlijk nog kwelt. I got called for jury duty. The Kendall Carter case. En dan is het de taak van Nicholas Holt's karakter om de Kendall Carter case in recht te spreken als jury. Dat is een bekende soort van rechtspraak in Amerika. Dat heb je niet in Nederland. En zij bepalen waarschijnlijk alleen de straf voor iemand die zogenaamd zijn vrouw, zijn vriendin vermoord zou hebben. 1 year ago, on October 25th, the defendant, James Seth, and his then-girlfriend, Kendall Carter, they had a fight. And he's gonna pay for what he did. The prosecutor zegt, and he's gonna pay for what he did. Maar Nicholas Holt's karakter weet beter. Dat hoeft niet de enige uitleg te zijn. Er kan nog iets gebeurd zijn. En dan zegt Nicholas Holt's karakter tegen het karakter van Kiefer Sutherland: Maybe I didn't hit a deer. En Kiefer Sutherland, die kennen we van Designated Survivor, maar die kennen we ook van A Time to Kill, wat ook echt zo'n legal drama is. Let me just ask you one thing. Did you guys ever look at any other suspect? En het karakter van J.K. Simmons, die we kunnen kennen van The Union en van Spider-Man No Way Home, vraagt of er ooit gekeken is naar een andere verdachte. En dat is natuurlijk het karakter van Nicholas Holt. You know what to do. En tot het einde van de trailer wordt de spanning maar opgebouwd. Wat gaat er gebeuren in deze film? Kijk, ik hou heel erg van dit soort legal court drama's. Dus ik denk dat dit echt een film is voor mij. Het lastige lijkt me in zo'n film als dit om het geloofwaardig te maken. Je wil geloven dat Nicholas Holt de dader kan zijn. En je wilt in de film ook niet zeker weten. Dat moet de vraag blijven. En het lukt ze alleen als ze echt perfect spelen in het midden tussen heeft hij het wel of niet gedaan. Om de spanning erin te houden. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Mijn voorspelling voor deze film is dat ik hem een 7 ga geven als ik hem gezien heb. En dan zou die instaan tussen Joker Folie à Deux en In the Land of Saints and Sinners met Liam Neeson. Voor de mensen die vaker Clint Eastwood films hebben gezien, laat me achter in de reacties wat ik moet verwachten. Voor de mensen die deze trailer ook voor het allereerst zien, laat weten wat jullie verwachting is. Denken jullie dit is iets voor jullie of misschien helemaal niet? Dat kan natuurlijk allebei. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week opnieuw bij een nieuwe trailerreactie. Tot ziens, tot later.